by the way, somewhere down there, smash that subscribe button, and we'll see you next time. Welkom terug bij een nieuwe video. Ik ben Michael Mani, as always. En vandaag doen we, zoals de titel van de video gestate heeft, de gekste house tours. Ik denk niet dat ik een daily vlog ga doen, maar ik ga toch proberen om zoveel mogelijk vlogs te maken. Of zoveel mogelijk video's te posten in ieder geval. En ja, ik ben om 3 uur 's middags aan het zuipen. Trouwens, guys, voor ik het vergeet, dank jullie wel voor alle love op de vorige video. I really, really, really appreciate you guys. Ik voel me echt mega onzeker om de video te posten. Ik heb denk ik een half uur naar mijn scherm staan staren voor ik op de publish knop had geduwd. Anyway, ik ben dus een aantal dagen geleden in Texas aangekomen. Ik heb denk ik 13 à 14 uur gevlogen. En dat was eigenlijk wel een chill vlucht. Ik denk dat ik 11 uur gepit heb van de 13 uur of zo vliegen. Dus is fucking nice. Gisteren zijn we naar vrienden geweest van Tasje, haar grootouders. Ik ga niet liegen, maar ik was echt wel. Ik ben echt potlaar gegaan gisteren. Ik weet dat we binnenkwamen en die mensen zeiden: ja, moet je iets drinken? En ik zeg: ja, ik weet niet, wat hebben jullie in de aanbieding? Ja, we hebben champagne, een beetje rode wijn. Ik zei: oh, rode wijn is chill. Glaasje rode wijn gesipt. Oké, nog een glaasje rode wijn. Half uur in had ik al 3 glazen gesipt. En Tasje tegen mij zei: ja, Mitch, wow, makker. Doe rustig. Ga ik jullie meenemen in de house tour? Let's go. I will sing for you and then you can stop. Well, we're only gonna do it one time. Each. No. And you. Happy birthday to you. Bibbies, we zijn hier bij Top Golf. Voor mensen die het niet kennen, dat is eigenlijk een golfclub indoor ofzo. Sommige van die guys die daar aan het doen zijn echt insane, check. Blijkbaar als je Top Golf speelt en je mist de bal, gebeurt dat enkel als jij een sexy marktzakker bent. Dus zijn we 2 uur verder. Even kijken wat de progress is. Sorry. First take. That's what she said. Tell the people who are watching what we're about to do today. Hey, it was a hard night out in Austin. It's going to be an easy day today. Head off to some thrift store. Find some good used fashion at great prices. Wish you could join us. Oh, and by the way, somewhere down there, smash that subscribe button. My goodness. Vandaag zijn we in Austin. We mochten bij een vriendin van de grootouders slapen. We zitten nu in hun condo. Tasje on the couch. Kevin on the couch. We zijn naar Austin gekomen vandaag met de zus van de oma die een vliegticket had geboekt vanuit Austin omdat dat 1000 euro goedkoper was dan vanuit Houston te vliegen. Dus daarom zijn we vandaag hier. Dat kot ziet er hier mega nice uit. Je kunt er ook omhoog gaan. Echt super dope hier ook weer al. Nog een extra badkamer. Slaapkamer, I mean. En dan hier, als je nog omhoog gaat. Je hebt hier een terrasje waar je kunt chillen. Met een kijk op de wijk. Heel hectisch, echt al super, super veel dingen gedaan. Mega chill, bij mij echt zwaar aan het amuseren. Dat is niet normaal. I'm gonna take you guys with me to a big thrift shop. Outfit of the day. Score op 10 in de comments, please. Dat is een beetje verlegen vandaag. Dat is elke dag. We waren altijd super knap. En hot. En lekker. Mondmasker is hier trouwens nergens verplicht, maar ik zet hem wel aan als ik de shops binnen ga. Wel dikke beats hier. Ik zeg net dat mijn ding hier helemaal aan het uitgekomen is ofzo. Iedere keer als ik kleren zie, ben ik echt altijd aangetrokken tot gele dingen. Makker, check. $6 voor deze. Wat nog vet, to be honest. Misschien wel eigenlijk, hè. Ik ga gewoon zo uit de winkel lopen en dan hoop dat niemand mij ziet. Ik heb mijn kleren wel sowieso heel graag baggy en dat is precies niet echt het geval. Het is sowieso niet klein, maar fuck it, ik ga het even aan doen. Love it. En voor $7, let's go. You like bright colors? Yes. But the fit was amazing on my body, so that's why I decided to get it. Ik ben al heel de week afgeleid dat je haar kontje. Let's go look at jeans. extra small. No, nee. Ik ben mijn jack aan doen, want het is vandaag echt een frisse dag, man. Het is echt fucking koud eigenlijk. Iets wat ik altijd super nice vind hier aan America Texas is de schoolbussen die er echt zoals in de film uitzien. Are you having fun? Is that your fetish? Fingers and feet? Wel, het is echt vette winkel, man. Echt keiveel leuke dingen. Ja. Bro, what the fuck? There's pretty much space. I think down at the bottom there's still some good room. I love the store, so. Thank you. We're trying to keep it weird in here. We zijn net de winkel buiten gekomen. Ik heb hier
de cards. Of laatst is het 20 jaar bestaan, maar Pokémon door die witte dozen. Ja. Ik heb er 3 van gekocht, ik heb er 3 geopend. Maar ik heb nog eentje overgehouden die ik in de kluis gestoken heb samen met Charizard en al mijn andere top collection cards, zeg maar. Die ik waarschijnlijk binnen 15 jaar of zo nog eens ga checken. En dan is die waarschijnlijk wel een paar duizend waard. For some reason, echt een van de populairste muren hier in heel deze straat. Dus als je hier ooit komt, hier is de place to be voor een foto te nemen. I think so. Whatever you said. It absolutely sounds great to me. This guy is killing it here in the city. Hier is het bureau waar ik dus content ga maken waarschijnlijk. Of tenminste al praatvideo's of de intro's of whatever. We hebben hier Karen haar bed. Zij is hier momenteel niet, maar ze slaapt dus daar. Uiteraard Tashi en mijn bed. Onze badkamer en dan hier is onze walk-in closet. Damn. Van mij hangt er momenteel niks. Mijn gerief ligt gewoon nog op de grond in mijn valies. Maar zie, ga ik mijn valies de komende dagen wel uitpakken en hier in de kast of zo steken. Maar voorlopig is dat niet de bedoeling. Hier is onze chill space, zeg maar. Hier zit de Tasje en ik vaak als we 's morgens wakker worden voordat we naar beneden gaan. Mijn gaming laptop staat hier ook. Ik heb hier ook een tv. Schilderijtjes. En hier vlak naast zijn 2 guest bedrooms waar er dus iedere keer als er mensen komen kunnen pitten. Ik ga momenteel even niet binnen gaan, want er zitten al mensen. Hier van hier bovenuit kunnen ook de rest van het huis al een klein beetje zien. Ik ga nog niet te veel weggeven, dus keep watching. Hier is nog een chillruimte. En als je hier naar links kijkt, heb je de living room waar iedereen s'avonds samenkomt aan het kampvuur. En dat is Papi G en Kevin over there. Would you guys like to say anything to the vlog? Who is this stranger? I think he's talking about you, Kevin. He might be talking about you. Papi G, Kevin en ik hebben net een beetje gegeten. En hier staat nog een beetje vis van de net. Hier achteraan is ook het waskot. Naast de koelkast is een kleine berging. En als je dan naar hier gaat... Nog een berging. Ik denk dat we hier in dit huis nooit zullen verhongeren. Dan gaan we hier even een klein beetje snel verder doen. Dit is de garage, guys. Shoes. Hier achteraan heb je de fucking cinemazaal. Ik denk mijn persoonlijke favoriete ruimte van heel het huis. En als je naar buiten komt, heb je hier de pooltafel die momenteel nog even overdekt is. Dan daar achteraan heb je nog een kamer waar momenteel de zus van Tasha Roma aan het slapen is, over hier. En dan hier buiten staan een aantal stoelen waar je dus kunt chillen. Don't mind my amazing shoes. Ik weet dat je het allemaal wilt stelen, maar dat is niet voor vandaag. Vandaag is wel vrij chilly, maar als je in de zon zit, is het echt top. En als je hier komt zitten, dan heb je zicht op het zwembad. En vandaag heeft Papi G toevallig ook de hangmat opgehangen. Zal ik hem even 2 seconden testen? Yes, sir. Dat is toch niet normaal, deze? Ik ben echt blonde gast, blauwe ogen, dus ik kan niet tegen de zon. Iedere keer als de zon in mijn ogen schijnt, ben ik zo van... Hier achteraan worden barbecues gedaan. Als we hier verder in de tuin gaan, kan ik jullie een beter zicht geven op, de, op het water. Makker, check dat. Fucking... Pst, hier achteraan. Hier kunnen we natuurlijk ook het huis beter langs de achterkant zien. Ik denk eigenlijk een beetje dat dat is, boys. Ik wil jullie de slaapkamers en zo van de oma en opa van Tasje liever niet laten zien. For obvious reasons. Het is een beetje meer privé. Ik ga even met jullie door de front doorgaan. Dan kunnen jullie de wijk ook eens zien. Which, by the way, is insanely beautiful. Ik ben eigenlijk sinds ik hier ben nog nooit op straat gegaan. Nog nooit in de wijk rondgewandeld, omdat het al vrij koud is geweest de afgelopen tijd. Dus jullie krijgen een primeur, samen met mij. Die wijk is er ook altijd natuurlijk mega rustig, omdat er niemand kan komen buiten de mensen die hier wonen. Je kunt er dus letterlijk op straat wandelen in alle rust en niemand kan je lastig vallen. Zijn we terug naar binnen? Ah, je weet toch. Daar is de kantoor van Papi G. Hier is hun slaapkamer. En badkamer. Heel veel schilderijen die hier aan de muur hangen, terwijl je naar boven wandelt. En this is Kevin again. What's up? Ik ga hier afsluiten met de lobster roll die we gaan tasten. Dat is volgens Matties. Dat is echt fucking $20 voor deze roll, Matties. Dat zeker weten wat jullie willen zien in de komende week. Tot in de next vlog. And we'll see you next time. Dus ik wil één op één.